Ik ben Doan Tekin, ik ben 40 jaar en ik verzorg de judolessen bij DFC. Ik verzorg de judolessen op dinsdagavond. En judo niet gericht op het judo zelf, maar vooral op functionaliteit voor MMA, voor grappling en voor Braziliaans jiu-jitsu. Dus hoe kan je iemand staand dusdanig domineren dat je een toppositie hebt op de grond om vervolgens het gevecht daar af te maken. Ik sta zelf niet meer op de mat om te judo. Ik geef op dit moment eigenlijk alleen maar les. Maar ik zou in de toekomst toch wel graag weer minimaal één keer in de week op de mat willen staan. Op dit moment zou ik niet meer terug kunnen gaan naar topsport judo. Dat is echt een heel ander niveau. Daar moet je zoveel opofferingen voor maken dat dat op 40-jarige leeftijd niet meer haalbaar is. Moet je ook denk niet willen. Er moet plaats gemaakt worden voor de toekomst. Ik ben nu exact 13,5 jaar gestopt met topsport, met judo. Uiteindelijk moest ik een keuze maken of ik door wilde gaan met mijn sportcarrière of doorgaan met mijn maatschappelijke carrière. Ik geef bij DFC op dit moment zo'n 2 jaartjes les, denk ik. 1,5, 2 jaar. En ik geef eigenlijk vanaf mijn 16e à 17e al judo trainingen aan kleintjes en aan tieners. Ja, ik heb best wel wat ervaring met training geven. Daarnaast hou ik me natuurlijk dagelijks ook bezig met mensen trainen. Dus ik ben eigenlijk altijd al bezig geweest met trainen van mensen. Of dat nou judo is geweest of het nou personal training is geweest, dat maakt in deze niet zo heel veel uit, want ik heb alles gedaan. Wat leuk is aan DFC is dat de sfeer is hier fantastisch. Als de sfeer fantastisch is en je bent als trainer, zit je lekker in je vel, ja, dan hangt er zo'n fijne energie in de zaal. Dat iedereen van elkaar leert. En als je dan iedere week iedereen met sprongen vooruit ziet gaan. Ja, dat is waar uiteindelijk waar je het voor doet. En dat is bij DFC wat ik zo leuk vind aan DFC. Iedereen is zo leergierig. Iedereen komt hier om te leren. Niemand komt hier andermans kop in elkaar te rammen. Of met heel weinig respect met een ander omgaan. Iedereen gaat hier heel tof met elkaar om. Zelfs als we elkaar gooien. Zelfs als we elkaar choken. Of als we een klem bij elkaar aanzetten. Doen we dat op een hele respectvolle manier. En dat is goud. Dat vind je niet zomaar ergens. Nou ja, ik was 6 jaar oud. Mijn broer die zat al een tijdje op judo. Ik mocht de eerste paar jaar mocht ik naar mijn broer kijken. En wachten tot ik ook eindelijk een keertje de mat op kon. Toen was ik 6 en toen mocht ik eindelijk ook judo, net als mijn broer. Nee, ik ben eigenlijk uiteindelijk nooit gestopt totdat ik een punt zette achter mijn topsportcarrière. Maar tot die tijd heb ik eigenlijk altijd gejudo'd en altijd met heel veel plezier gejudo'd. Omdat ik vind het nog steeds een van de leukste sporten om te beoefenen. Nou ja, ik opper al... Ik denk al 20 jaar dat judo een verplichte sport moet zijn voor kinderen. Net zoals dat zwemles vroeger verplicht was. Waarom? Nou, je leert op jonge leeftijd leer je al vallen. Je leert met respect met de space van je partner omgaan. Je leert met respect duwen, trekken. Je leert presenteren. Want je moet in zo'n judoles moet je toch ook echt dingen voordoen. Op het moment dat je dingen hebt geoefend, moet je dat klassikaal, moet je dat voor gaan doen. Ja, dat is voor kinderen natuurlijk fantastisch. Want op die manier bouw je ook zelfvertrouwen op. En als het gaat om discipline, respect en fatsoen. Het is een Japanse martial art, om het zo te zeggen. Ja, die Japanse gebruiken zie je toch ook echt wel terug in Nederland. Judo. En ik denk dat dat voor kinderen, maar ook voor volwassenen, echt een fantastische sport is om aan deel te nemen. Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? Zo. Dat vraag je aan iemand die zich heel graag voorbereidt. Ja, je moet er in ieder geval voor zorgen dat je zelf gewoon topfit bent. Je moet ervoor zorgen dat je goed je slaap pakt. Dat je op gewicht bent, dat je niet op het laatst nog heel veel gewicht moet verliezen. Je moet ervoor zorgen dat je zo goed als pijnvrij bent. Als je topsport bedrijft is het heel moeilijk om pijnvrij te zijn heel het jaar door. Maar daarom zeg ik zo goed als. Je moet ervoor zorgen dat je echt uitgerust bent voor de wedstrijden. En je moet natuurlijk je huiswerk hebben gedaan. Je moet voorbereid hebben als het gaat om de punten die je wil scoren. Of als het gaat om het wapen wat je hebt. Die moet je zo geslepen hebben dat het ook daadwerkelijk een wapen is waar je echt mee kan scoren. Je moet rekening houden met je tegenstanders. Waar liggen de krachten van je tegenstanders? Maar waar liggen de kansen voor jou om te scoren? En dat zijn allemaal dingen die je echt moet meenemen
voordat je naar een wedstrijd toe gaat. Maar vooral uitgaan van je eigen kracht. Het leukste aan training geven is dat mensen die vanaf het begin eigenlijk niet zo heel veel kunnen. En dat je ze eigenlijk met de week beter ziet worden. En ik kan zeggen na 2 jaar dat ik op de mat sta en dat ik soms echt keihard moet knokken om iemand überhaupt naar de grond te werken. En dat is met mijn achtergrond is dat eigenlijk nog veel leuker als je zeg maar zoveel weerstand krijgt van de jongens die 2 jaar geleden nog niet konden valbreken. Is dat echt heel leuk aan lesgeven. Je ziet mensen groeien en dat is uiteindelijk waar je het voor doet. Ik heb echt veel toernooien gedraaid, veel wedstrijdjes. Als je me nu vraagt hoeveel toernooien ik heb gedraaid, die moet je voorstellen dat je vanaf 7 tot aan 17, zeg ik denk dat je 10 jaar lang zo'n 30 toernooien per jaar draait ongeveer. Als het niet meer is, maar ga uit van 30. En tijdens zo'n toernooi, 30 toernooien, heb je zo'n 4 tot 6 wedstrijden. Ga uit van het gemiddelde 5 wedstrijden per toernooi. Dan heb je alleen tot aan je 17e al, heb je zo'n 1500 wedstrijden gedraaid. Dus 1500 één op eens. Nou ja, van je 17e tot aan je 30ste ongeveer, draai je er een stuk minder. Maar zeg dat je bij elkaar rond tussen de 2000 en 2250 één op eens draait. Ik kan zeggen dat ik wel wat ervaring heb met wedstrijdsport. Als je me dan vraagt wat ik dan het leukste vond om te winnen, dan denk ik, Nederlands kampioen worden individueel was denk ik het leukste. Samen met Nederlands kampioen worden met op teams. Ja, is een echt een groot internationaal toernooi winnen, een Super World Cup, waar gewoon de wereldtop komt. Dan moet je je voorstellen dat er gewoon 50 tot soms 120 judoka's op de mat staan. En dan moet je gewoon uitvechten en dan mag je soms 6 keer judo, soms 7 keer judo om kampioen te worden. Maar dan is de Super World Cup in Rotterdam in eigen huis met al die, met de internationale top is winnen, is dan toch wel de kerst op de taart op mijn carrière geweest, denk ik. Oh man, zo was ik zenuwachtig. Ik sliep gewoon niet. Ik kon niet slapen. Tegenwoordig is het een hippe uitspraak. Visualiseer. Nou ja, ik visualiseer denk ik onbewust al vanaf mijn, ik denk vanaf mijn 11e, 12e kan ik me dat nog herinneren. Dat ik gewoon nachten wakker lag. En dat ik eigenlijk alleen maar aan het visualiseren was van als ik tegen hem sta, dan gaat de wedstrijd zo. Als ik tegen hem kom te staan, dan gaan die wedstrijden zo. En ja, dat is me eigenlijk altijd bijgebleven. En dat is op latere leeftijd is dat eigenlijk niet veranderd. Dat is altijd blijven hangen. Dus ja, ik was altijd wel best wel gespannen. Maar ik was me ook wel bewust van het feit dat ik dat ook wel nodig had. Want ik was op de wedstrijden was ik eigenlijk altijd wel op mijn best. Ik vond die spanning wel heel erg lekker. Ik heb een zoon van 10. In november wordt hij 11, ja. Nou, hij heeft wel een eigen judo trainer, maar ik ga zeker ook met hem aan de slag met judo. Afgelopen weekend nog een trainingskamp gehad met hem, waar hij ook heel veel heeft mogen leren. Dus dat is een heel mooi traject om mee te maken. Leuker dan mijn eigen carrière misschien nog wel. Ja. Nou ja, of ik levenslessen heb geleerd uit het judo. Nou ja, als ik één ding heb meegenomen die ik nu in mijn maatschappelijke carrière eigenlijk ook altijd doe, is als ik een probleem voor me heb, dat ik gewoon altijd op zoek ben naar een oplossing. Ook al is die eerste oplossing niet genoeg, dan blijf je bezig met het oplossen van de puzzel. En dat was in het judo niet anders. Als je iemand op een bepaalde manier wilde gooien en dat lukte niet, en dan ging je zoeken naar momenten of naar reacties om het dan toch mogelijk te maken. En dat is eigenlijk in mijn maatschappelijke carrière is dat niet anders. Als ondernemer ben je toch altijd aan het zoeken naar de volgende oplossing voor de uitdagingen die voor je staan. Heb ik nog tips voor andere judoka's? Nou ja, heel veel mensen realiseren niet hoe belangrijk judo kan zijn voor MMA, voor BJJ of voor het grappelen. Als je mij niet gelooft, kijk dan naar de topatleten binnen het MMA. Als je kijkt naar op dit moment een pound for pound number one, Islam Makhachev voor mij. Die vanuit sambo judo komt en judo op een hele effectieve, efficiënte manier inzet binnen MMA. Als je kijkt naar Khabib, zijn trainingsmaatje. Hoe lovend hij altijd is geweest over judo. Als je naar John Jones kijkt, die ook echt wel een sterke mening heeft over judo, dan heb ik het over de 3 misschien wel allerbeste vanuit het MMA en ook van de laatste jaren. Als je niet gelooft wat ik zeg over judo, dan zou ik die beste mannen toch geloven. Want zij hebben judo op zo'n fantastische manier in kunnen zetten in hun sport. Dat ze de beste zijn geworden. En mocht jij willen ervaren hoe dat is, mocht jij willen ervaren hoe het is om iemand te kunnen werpen, te kunnen domineren, staan en op de grond, dan moet je judo een keertje proberen. En dan ga je het zelf ervaren.